Nee, kom maar. Eén keer. Even mijn inner Matthijs van Nieuwkerk. Het is de party starter. Elke vrijdagavond knallen we met een feestje. En die moet dan ook knallend starten. Want dat begin van een feestje, ja Jamie, jij kan het wel zo goed beschrijven. Ja, dat is, kan gewoon een beetje ongemakkelijk zijn nog in het begin. Gewoon dat je even denkt, ja, ik weet niet wie ik leuk vind, wie ik wel leuk vind. En dat ongemak, dat willen wij weghalen. En Andres Odijk gaat ervoor zorgen op dit moment. Met een vliegende start. Andres, hallo, waar ben je? Even kijken, Figo, ja, Figo, ik zie hier nog een klein vlekje. En dit schoonmaakmiddel wordt opgeruimd. Oh, Jamie, Olivier, hallo. Hallo. Ik sta naast Figo, a.k.a. Virato. Figo, hey man. Yo, gezellig. Ja, we staan in Castricum. Zeker. In Club Next Door. Zeker. En kun je zeggen waar we nu staan? In de mannen-wc. We staan even in het mannentoilet. Geen gekke dingen. Nu nog lekker naar chloor. Ja, precies. Ja. We zijn het even aan het klaarmaken. Want over een klein kwartier gaan hier de deuren open. En wat gaat er dan gebeuren, Figo? Ja, we gaan een super vet feestje neerzetten met meerdere DJ's. Want ik ben vandaag jarig en dat gaan we natuurlijk vieren. Ik ben zelf ook DJ, dus ik vind het super leuk om ook dit te vieren met andere vrienden. Vooral in deze omgeving. Dus ja. Ah, jongen, Jamie, Olivier, dit is knallen. We lopen die wc. Dit is goed gekond. Dit is helemaal schoon, toch? Helemaal ready voor vanavond? Yes, picobello. Top, dan lopen we even de zaal in. Want je bent jarig en je viert je verjaardag dan in een kroeg. Je kunt ook denken, ik ga thuis zitten in een kringetje. Maar wat dacht je? Waarom dacht je, ik ga hier naartoe? Ja, nou, ik woon zelf in Heemskerk, dus dat is voor mij om de hoek. En ik weet, dit is een hele toffe locatie voor mij. Heel veel vrienden zitten hier ook. Dus ik denk, ja, ik kan het wel thuis doen, maar gewoon een kroeg, een leuke tent. Ja, iedereen komt hier van mijn vrienden, dus waarom niet hier? Het ziet er ook gezellig uit. Ik zie de vlugelvlaggen hangen. En je weet het, als er vlugelvlaggen hangen, dan wordt het knallen. Maar ik zie ook alvast twee mensen binnen. Ik dacht, ja, laten we dan even zingen met z'n allen, want je bent jarig. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria. Nee, hier ben ik dan, ja, in de gloria. Hier ben de piep. Hoera! Hey, en Figo, wat gaat er hier gebeuren? Hoeveel mensen verwacht je op deze? Want dat heeft een naam ook, hè, als je je verjaardag ergens anders viert. Ja, ik noem het een birthday bash. Birthday bash. Zo heb ik het genoemd. Dat doen echte DJ's, die geven een birthday bash. Ja, vaak wel. Dat zie je wel vaak, inderdaad. En ik hoop natuurlijk zo vol mogelijke zaal. Ja. Het is altijd spannend kijken hoeveel mensen er komen. Maar ik verwacht dat het goed gaat. We lopen eventjes naar de bar. Want hier staan ze wel opgestapeld, jongens. Dit is echt... jullie mogen even raden. Wat is dit? Oh, zijn dat dan de vlugeltjes ook, of niet? Dit zijn de shotglaasjes. Oh, de shotglaasjes. Die gaan er wel in, hè? Zeker, zeker. Heerlijk. Hé, hey, en er komen dus veel DJ's draaien. Ja, eigenlijk is het nu gewoon wachten tot 10 uur totdat hier de deuren open gaan. En dan gaan we knallen. Ja, zeker. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat gebeuren. En kijken hoeveel mensen er komen. Kijken of we ook goed kunnen knallen, zeg maar, met z'n allen. Ja, super veel zin in. En als mensen nou denken die 3FM aan hebben staan van ik wil hier ook naartoe komen, wat moeten ze dan doen? Nog één keer, wat zei je? Als mensen die naar 3FM luisteren ook denken, ik wil graag jouw verjaardag meekomen vieren, waar moeten ze dat doen? Ja, ze kunnen mee naar Castricum, Next Door. En ze kunnen ook op mijn Instagram kijken, @Virato. Kan je ook een lijstje zien met informatie. Lijkt me super vet als je nog last minute langskomt. Ja jongens, het is hier een nog lege straat in een ontzettend, nou, lit dorp. Hallo Castricum! We gaan hier de party starten en dan wordt het vanavond sowieso één groot knalfeest. Figo, jij hebt die kanon in je handen. Ik zou zeggen, tel af van 3 naar 0 en knal dat ding af. Laat het feest beginnen. In 3, 2, 1. Oh ja, dit is altijd dit, hè? Altijd. Je moet je hand iets lager houden. Help. That's what she said. Hoeveel seconden hebben we nog? Of draai ik... Oh! Hey! Daar gaat mijn auto. Dat is mijn auto. Yeah! Het feest is begonnen. Het feest is begonnen, jongens. Ik moet wel Figo, zeggen... Ja. Maak er iets moois van vanavond. Thanks, dankjewel man. En namens Poont en 3FM, eerste rondje is op jou. Hey!